Wat fijn dat jullie hier zijn, live, in een zaal. Het kan weer. Maar niet alleen hier in deze zaal zijn we bij elkaar. Ook thuis, en dan kijk ik even naar de camera's, zijn er mensen aanwezig. Voor het symposium met de titel Vormen bevers een gevaar voor onze infrastructuur? Mijn naam is Carla van Hee, ik werk bij ProRail. Daan Bossen is ook aanwezig en loodst ons ook door deze dag heen. Neemt zo zelf even het woord om zich te introduceren en wat meer de inhoudelijke inleiding te doen. Aan mij de schone taak om jullie uit te leggen waar je aan bent begonnen vandaag, door hier te zijn. We gaan eerst naar een viertal lezingen luisteren. Vier perspectieven op deze casus, zou ik haast willen zeggen. Daarna is er een lunch. Die kunnen jullie hier nuttigen. En daarna is er, ik wil bijna zeggen schoolreisje, maar een excursie. Zo voelt dat dan toch, hè, als je met z'n allen in de bus gaat. Daarvoor is er nog wel even een inleiding door Wilmar. Volgens mij zit hij daar over. Oh, zit je daar? Hoe kom ik daar nu bij? Ik dacht even dat er naar net gewezen werd. Daar zit Wilmar. Dus na de pauze nog even hier in de zaal, dan met z'n allen de bus in. En dan eindigen we wederom hier in de zaal. Met wat praktijkvoorbeelden volgens mij. Ook weer dankzij Cindy hiervoor aan wordt het een en ander uitgestald, heb ik begrepen. Zodat jullie ook echt even kunnen zien waar we het eigenlijk over hebben. En als we het dan hebben, waar hebben we het vandaag over? Dan hebben we het over bewustwording. Dat is het woord, als ik de briefing las, dat kwam steeds terug. Dus dat wordt een beetje de rode draad van vandaag. De bewustwording rondom de bever. Dus dat gaan we aan het einde van de dag ook even checken bij jullie natuurlijk, of dat gelukt is. Voor nu geef ik het woord aan Daan om even te vertellen van waar hebben we het dan eigenlijk over. Dank u wel. Het rode. Ik ben Daan Bos. Ik ben een ecoloog bij Altenburg en Wiemega en zoogdiervereniging. Ik ben met Carla voorzitter. En ik probeer vandaag jullie te vertellen dat jullie heel erg welkom zijn. Ik ben ontzettend blij dat jullie gekomen zijn op deze dag over de bever en het gevaar wat zij vormen voor de infrastructuur. Dat is de vraag, maar ook de titel van het symposium. De bedoeling is dat wij begrijpen dat die bever niet alleen mooie kanten met zich meebrengt. De bever is namelijk heel bijzonder. Het is een sleutelsoort. Het is een soort die de mens helpt en die zeer waardevol is in zichzelf. Het is een dier wat leefgebieden creëert. Wat betekent dat nou sleutelsoort? Dat is dat hij leefgebieden creëert, dat hij zijn omgeving verandert. Hij vreet, hij knaagt en hij graaft en daarmee schept hij leefgebied voor andere soorten. Het is een ontzettend gewenst dier vanuit Europees natuuroogpunt, vanuit Nederlands natuuroogpunt. Hij is sterk beschermd door de wet, maar er is echt ook wel een spanningsveld. Want dat vreten en dat knagen en dat dammen bouwen en dat graven, dat botst natuurlijk met economische belangen of met onze infrastructuur. Nou, die voorbeelden die krijgen we vandaag te zien en de bedoeling is dat we daarvan leren. Ik ga ze niet allemaal uitwerken, maar ik heb vandaag wel even een hesje meegenomen waarmee ik regelmatig langs het spoor loop om bevergaten te zoeken. Vandaag ga ik daarover vertellen Cindy de Jonge,